En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Binnenkort is er waarschijnlijk een vaccin tegen corona. Gaat u dat gebruiken? Oeh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat twijfelt u over? Je weet niet wat de bijwerkingen zijn. Is het wel goed getest? En ja, nee, daar zou ik even over na moeten denken, als het zover is. Nou worden medicijnen pas vrijgegeven op het moment dat ze uitgebreid getest zijn of ze wel werken. Stelt u dat niet gerust? Ja, wel een beetje wel. Ja? Een beetje wel. Maar het is allemaal nog nieuw en het is allemaal onbekend. Ja. Dus ja, ik vind het wel een dingetje. Nee, maar ja, het risico is als je niet laat inenten dat je corona krijgt. Ja. Dat lijkt me ook niet zo prettig. Nee, dat is ook niet prettig, maar ik ben wel heel voorzichtig. En ik vermijd nog steeds drukke plaatsen waar veel mensen zijn. En ja, ik hoop dat dat toch een beetje helpt om het niet te krijgen. Ja, nou willen veel jongeren, ik reken nu dat ook nog even toe, mag dat? Nee, ja. Er zijn veel jongeren die zeggen, nou, dan krijgen we maar corona, we gaan er toch niet dood aan. Wat vindt u van die opstelling van die mensen? Ja, vind ik slecht. Slecht? Vind ik slecht. Ja, vind Waarom? Ik een slechte opmerking. Want tenslotte kan iedereen het krijgen. De ja. een iets meer en heftiger als de ander. Ja. En de kans dat je het krijgt is er ook nog steeds. En de kans dat je daarvoor naar op de IC komt te liggen is er ook nog steeds. Ja. Ook voor jongeren. En het ergste is natuurlijk, ze kunt ook overdragen ja. op anderen. Ja, precies. Ja. Precies. Een beetje egoïstisch. Ja, een beetje wel, ja. Ja, dat hoor ik u zeggen, ja. 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 Oké. Van de hele corona, is het nou een beetje overdreven geweest, al die nee. lockdowns? Nee, absoluut niet. Nee? Vind ik niet. Nee, nee, niet. Vind ik niet. Nee. Nee. Wat, hoe hebt u dat ervaren, die lockdown? Nou, in het begin dacht ik van, oh, het waait wel over. Maar toen kwam het steeds dichterbij en het werd steeds heftiger en ernstiger. Toen dacht ik van, oké. Het is wel serieus en ja. Ik vind ook dat iedereen het serieus moet nemen. Nu ja. nog steeds, want er gaan nog steeds mensen dood. Er zijn nog steeds besmettingen. En zolang dat er nog steeds is, moet je gewoon uitkijken. Zijn er ook mensen in uw omgeving die u kent die dat hebben gekregen? Nee. Niet? Nee. 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 En dat is juist het verleidelijke. Mensen ja. denken van, oh, ik zie het niet gebeuren, dus het is er ook niet. Ja, precies. Of het is al weg. Ja. En dat is niet waar. Nee, dat is absoluut niet waar. Nee. Het waait nee. nog onder ons, het zoals waait dat nog zeggen. Steeds onder ons, ja. ja. Nou, daar ben ik over aan twijfelen. Ik wil eerst zeker weten of het wel goed werkt. Maar hoe weet u dat dan? Van ja, anderen? Ja, dat hoor je dan toch, of niet? Ja. Of het goed werkt of niet. Ja, maar veel jongeren zeggen, voor mij hoeft het niet, want wij gaan er toch niet dood aan. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik een slechte gedachte. Waarom? Ja, hun zijn er ook vatbaar voor. Ja. Als ze zo ver zijn. En ze kunnen toch overbrengen? Ja, daarom. Ja. En maar oudere mensen houden de eigen wel aan de regels, maar hun dus niet. Nee, nee. En die brengen het wel over naar de ouderen. Ja, beschouwt u zichzelf als gevarengroep? Ja. Toch wel? Ja. Ja. Dus u wilt wel eventueel gebruiken, mits het veilig is? Mits het veilig is. Maar u denkt toch niet dat, op de markt, dat het op de markt komt als het niet veilig is? Ja. Je hoort zulke rare verhalen. Van wie? Ja, wat je zo tussen neus en lippen hoort. Ja. En in de kranten. Ja. Dus. Maar ja, goed, een vaccin is een vaccin natuurlijk. Ja. Hè? Dat moet dan toch wel helpen. Maar wil ik het toch altijd eerst met mijn huisarts overhebben? Ja, nee, dat moet sowieso, ja. Ja. Dus. Oké. Dus misschien gaat u het gebruiken, afhankelijk van hoe de ervaringen ja. zijn van anderen. Ja. Nou, ik wil me nog iets meer verdiepen in de mogelijke bijwerkingen en op langere termijn natuurlijk. Maar ik denk dat ze het vaccin niet op de markt brengen als ze niet een beetje zekerheid hebben dat het goed is. Ja, maar u zegt op lange termijn, want dat kan niemand u vertellen natuurlijk. Nee, klopt. Want het nee. is al niet zo lang getest nee, natuurlijk. Nee, maar dat is misschien een risico wat ik wil nemen. Ja. Omdat ik denk en ik hoop eigenlijk dat... Dat het wel gaat werken in ja. ieder geval. Maar ja. valt u qua corona in een gevarengroep? Ja. Ja? Ja. Dus u zegt dan maar liever de bijwerking dan
dan corona? Ja, want het is eigenlijk ook met de griepspuit natuurlijk. Die krijg ik ook ieder jaar. Ja. Die haal ik ook. Ja, ik denk het wel. Ja, kies je dus de pest en de pleuren, zeggen ze wel. Maar... Ja, nee, dat niet alleen. Maar ik denk ook dat als je hem niet haalt... ik vind ook, je moet een beetje opletten op je omgeving. En ja, zoals mijn moeder, die is toch wel 80. En als ik daar naartoe wil... Ja, je gaat, als je het niet doet, dan kun je er ook dood aan gaan. En dan denk ik, ja, dan zijn het misschien de bijwerkingen. Ja, dus, nee. Dus kies uit twee kwaden, denk ik, uiteindelijk. Uit een enquête van NOP1 is gebleken dat 50% denkt erover om het wel te halen. En 50% niet. En dat zijn vooral jongeren. Ja. Want die zeggen, we krijgen dan misschien wel corona, we gaan er niet dood aan. Ja. Wat vindt u daarvan, van die opstelling? Ik snap het. Ik snap wel hun overweging. Ik heb zelf kinderen die zeg maar in die leeftijd zitten. Hun moeten nog heel lang natuurlijk, hè. Ja, ik snap het ergens wel, omdat het gewoon nog niet, omdat er te weinig over bekend is. Ja. Nou, ik hoef niet de allereerste te zijn. En ik weet dus heel veel onzeker, hè, of het wel gaat helpen of niet gaat helpen. Ja, ja. Maar ik denk wel dat ik het wel doe. Nou, wordt zo'n medicijn eerst goed getest natuurlijk. Ja. Heb je daar vertrouwen in dat dat op een goede manier gebeurt? Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. En u valt ook in de doelgroep die dat moet hebben? Loopt u gevaar met corona? Als ik het krijg, denk ik wel dat het een hard gelach kan worden. Ja, dat is zeker. Want het is een rotziekte, hè? Ja, ja. Ja. Nou zijn er veel jongeren die zeggen, nou voor mij hoeft het niet, want als wij corona krijgen gaan we toch niet dood. Wat vindt u daarvan? Ja, dat snap ik wel dat ze dat zeggen, want ja? Dat is natuurlijk ook voor 95% wel waar. Ja, maar ze kunnen wel besmetting overbrengen natuurlijk. Ja, dat is dan weer, dat is dan weer de andere kant ervan. Nee. Waarom niet? Nou, wat maakt dat ik het nog niet ga gebruiken is omdat het allemaal nog in de ontwikkelingsfase is. En ik heb niet de behoefte dat ik mezelf als een soort van proefkonijn opstel. Ik snap dat het, wanneer ze het gaan doen, dat het onzekerheid geeft. Hè? Onzekerheid. Maar de ervaring leert, naar aanleiding van ooit een ander vaccin, dat de artsen mij een aantal garanties niet konden geven, dat ik in dit geval... het niet gaan gebruiken. Misschien nou, over een aantal jaren, als de studies wat verder zijn en meer bekendheid is, dan heb ik zoiets zo van, nou, oké. Maar, dus, maar nou is het wel zo dat een medicijn niet wordt toegelaten wanneer het niet uitgebreid getest is, hier in Nederland. Ja, dat klopt. Alleen uit het verleden blijkt dat ze, dat betreft een heel ander vaccin, dat ze nog niet... Welke doelt u op? Dat was voor baarmoederhalskanker, okay. voor jonge meiden en nu ook voor de jongens dus. En dat was de eerste lichting destijds. Ja. En daar had ik zoveel vragen over dat de artsen en de assistenten mij duidelijk maakten van ja, op die vragen die u heeft, kunnen wij geen antwoord op geven en ook geen garantie op geven. Nee. En dat maakt dat ik nu ook voorzichtig ben, zeg maar. Ja. Ik vind het fijn, hè, dat mensen beschermd kunnen worden voor het virus. Dat gun ik ook iedereen. En diegenen die dat wensen te doen, fantastisch. Ja. Ik zelf, persoonlijk zeg ik, nog even niet. Ik ga eerst kijken. Ja, nou ja, even kijken wat gaat het doen en wat zijn de voor's en de tegens. Ja. Dus, oké. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Okay.